Hi iedereen. Ik heb vandaag een filmpje die ik eigenlijk 2 maanden geleden op had moeten en willen nemen. Toen was het december en toen deed eigenlijk bijna elke beautyblogger de favorieten van zichzelf van 2014. Helaas heb ik die toen niet op kunnen nemen door omstandigheden. En ik vond het eigenlijk gewoon super jammer, want ik vond het eigenlijk gewoon wel heel erg leuk om die video wel op te nemen en dus jullie mijn favorieten van 2014 te laten zien. We zitten inmiddels in februari van 2015 en ik heb besloten om alsnog gewoon die video op te nemen. Ja, omdat ik het toch jammer vond als ik mijn favorieten niet kon delen met jullie. Dus ik heb hem gewoon opgenomen en ja, het is wel wat laat, maar dan denk ik maar beter laat dan nooit. Dus ik ga het jullie gewoon even nog alsnog laten zien. Als eerste heb ik hier gewoon even een mandje gevuld met mijn favoriete producten. Dus ik ga ze er één voor één uithalen en dan kun je zien wat mijn favorieten waren. Dus als je daar benieuwd naar bent, zou ik zeggen, blijf zeker kijken. Als eerste was er een merk wat ik zelf nog niet kende, maar wat in 2014 ineens helemaal populair werd. En dat was W7. W7 bracht make-up palettes uit die eigenlijk een beetje geïnspireerd waren, of eigenlijk dupes van Urban Decay. En ik geloof niet dat ze allemaal dupes zijn, maar 3 daarvan in ieder geval wel. En ik ga je ze gewoon eventjes één voor één laten zien. Als eerste was dit In The Buff. Ja, je hebt vast wel reviews hiervan gelezen, want bijna elke beautyblogger die reviewde er wel één of meerdere. En ja, het zijn gewoon van die mooie, mooie stevige doosjes met mooie kleuren. Ze kosten 7 euro, geloof ik. Of 7 of 8 euro. Ik heb hier eventjes deze even opengemaakt. Dan kun je een beetje de kleuren zien. Ik hou het folietje er expres voor, zodat niet de poeder overheen gaat. Ze zijn super goed gepigmenteerd. En dat vind ik altijd heel fijn in een oogschaduw. En ja, ik vind het gewoon super mooi. Je hebt 12 kleuren. En ja, er zit eigenlijk gewoon voor iedereen eigenlijk bijna wel wat bij, denk ik, als je ervan houdt. Ze hebben ook best wel hele leuke namen. Die kun je ook op de achterkant zien. En dit was het eerste palet dat ik ervan kocht. En er kwamen er steeds meer bij. Intussen heb ik er 4. Ik ben eigenlijk benieuwd of er in 2015 ook nog weer palets van uit gaan komen. Dus inderdaad, wil ik eigenlijk wel heel graag weten. Dus dat hou ik zeker in de gaten. En ik weet ook eigenlijk zeker dat ik hem dan gewoon weer aanschaf. Omdat ik ze gewoon echt geweldig vind. Daarna kwam In The Nude. Dat was deze. Die had. De verpakking vind ik trouwens ook wel heel erg mooi. Want dat zijn blikjes. En ja, deze is een beetje roze met van die gouden details. Gouden letters moet ik zeggen. En dat vind ik altijd heel mooi. Ook hier zie je de kleuren weer op de achtergrond. En ik zal deze ook even laten zien. Deze heeft wat meer roze kleuren, maar die kun je echt wel een hele mooie subtiele ooglook mee maken. En ja, dit was dus In The Nude. En bij de Op is Op Shop heb ik ze gekocht. Dus je kunt ze ook op verschillende internetsites volgens mij kopen. Ben ze al op een paar sites tegengekomen. En ja, ik heb ze gewoon in de winkel gekocht, want ik vind het dan fijn dat je geen verzendkosten hebt. En ja, op een gegeven moment stonden ze gewoon met z'n allen op een rij. Dat vond ik gewoon, ja, wel zo handig. Dan kon je gelijk zien welke heb ik niet. Dus dat was deze In The Nude. Daarna kwam In The Night. Daar waren niet zulke heel veel reviews over te vinden. Want dit is een oogschaduw die je eigenlijk wel een beetje moet liggen. Zoals kijk, je ziet hier wat donkerdere kleuren. Nee, je ziet paars en zo. Ik zal hem eventjes laten zien. Dus hier kun je dat een beetje zien dat die kleuren wat donkerder zijn. Oh, dan gaat het kwastje er vandoor. Dus ja, die werd wat minder vaak gereviewd. Omdat ja, niet iedereen houdt van zulke donkere kleuren. En volgens mij is dit ook de enige die geen dupe is. Volgens mij de andere 3 wel. Maar volgens mij deze niet. Maar dat weet ik dus niet meer helemaal zeker. Maar ja, ik vond hem sowieso wel heel erg mooi. En ik heb hem dus wel aangeschaft. En ook hier valt de verpakking weer op, dat paars met dat goud. En ja, dit is wel echt een uitblinkertje. En dan als laatste die uitkwam was In The Buff Lightly Toasted. Ook hier weer de kleuren uiteraard te zien. En ook dit is weer gewoon, hè, de verpakking blijft hetzelfde, maar het paletje is gewoon super, super mooi. En deze heb ik ook al echt al best vaak gebruikt. En oeh, daar gaat weer dat onhandige kwastje.
ja, dit is eigenlijk een beetje het broertje, denk ik, van die andere in de buff. Ze zijn natuurlijk gewoon allemaal, het hoort natuurlijk gewoon allemaal bij elkaar. Ik vond het heel erg leuk om ze alle vier te hebben. En binnenkort verschijnt er ook een artikel waarin ik laat zien hoe je deze handige paletjes op kunt bergen. Dus ja, als je dat leuk vindt om te zien, dan moet je eventjes mijn blog in de gaten houden. Want die ga ik binnenkort maken. Het artikel, tenminste, dat artikel over hoe ik mijn paletjes opberg. Als laatste oogschaduw wat ik heb is van Essence. Het is de How to Nude Eyes. Deze werd natuurlijk al best wel lang aangekondigd. En het was eigenlijk best wel een teleurstelling dat ze in eerste instantie niet in Nederland verschenen. En toen toen 2014, rond september geloof ik, oktober, kwamen ze ineens toch. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja, en ik zal hem ook eventjes openen, waar je ook mooie kleurtjes. En dan heb je hier die handige kaartjes. En het spiegeltje is ook heel erg leuk. Deze is ook heel uitgebreid gereviewd. Eigenlijk, volgens mij heb ik alles bijna uitgebreid al gereviewd. Maar ja, het heeft toch nog eventjes een extra dimensie, omdat het mijn favorieten zijn. En volgens mij heb je vier van deze doosjes. Maar ik weet dat er alweer eentje uit de collectie is gegaan, omdat er weer ruimte gemaakt moest worden voor nieuwe producten. Volgens mij was dat die van de blush en zo. Maar deze is, naar mijn weten, is er nog steeds. Hij staat ook nog steeds op de Kruidvat site. Dus volgens mij is deze er niet uitgegaan. Dan heb ik nagellakjes een paar van jullie. Allereerst wat ik heel erg leuk vond was deze Sally Hansen. Deze kwam ik gewoon bij de Action tegen. Sally Hansen is normaal natuurlijk best wel een duur merk. En ja, de kleur is gewoon eigenlijk heel erg mooi. Hij heet Crushed en hij zit ook heel erg mooi op je nagels. Hij blijft goed zitten en dat voor een Action lakje. Want ik hoor ook heel vaak dat als je bijvoorbeeld een echt merk bij de Action koopt, het maakt niet uit of het nou make-up is of dat het een wasmiddel is of dat het een douchecreme is, dat de geur minder zou zijn. Ik heb er eigenlijk persoonlijk nooit zo op gelet. Ja, met nagellak zit er toch niet echt een geur aan. Ja, de vieze normale nagellakgeur. Maar niet dat het echt speciaal anders ruikt of een andere structuur is. Dus ja, ik heb wel niet echt gemerkt dat dit gewoon een Action variant is. Ja, je ziet hier misschien die sticker dat het van de Action is, maar dat boeit me niet. Ik ben hier heel blij mee. Dit vond ik ook echt wel een top nagellakje. Dan heb ik een nagellak van Rimmel. Rimmel London, de Salon Pro. Dit is Hip Hop, heet die. En hij is in samenwerking met Kate Moss. Daar hebben ze een hele collectie van. Die vind ik eigenlijk echt geweldig. En die heb ik in 2014 dus ontdekt. En daar heb ik dus een aantal producten van gekocht. Die je zometeen ook nog langs zult zien komen. Maar deze vond ik wel heel erg mooi. Het is een mooi rood kleurtje. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Volgens mij is het liggend helemaal op en top. Want hij oogt donkerder op de camera dan dat hij dus is. Hij is lichter. Dan kwam ik een heel mooi merk tegen. En dat is Sinful Colors Professionals. Deze heb ik nu ook. Ik draag hem nu ook. Dus ik hoop dat je hem kunt zien. Hij is ook uitgebreid gereviewd. En dit vond ik echt ook zo'n merk die ik eigenlijk nog niet kende. En die ik in 2014 dus tegenkwam. Het zijn hele betaalbare nagellakjes. Volgens mij heeft niet elke Kruidvat filiaal ze. Want ik had hem eerst. Ik had deze bijvoorbeeld echt in een grotere filiaal gekocht. En toen later zag ik ze in het filiaal bij mij in het dorp ook gewoon staan. Dus ik denk dat het even tijd nodig had. Maar volgens mij zijn ze rond september in de winkels gekomen. Maar dit is ook echt zo'n hele mooie lak die goed blijft zitten. Dekt goed. En ja, dit is vooral een hele mooie kleur. Ik heb gekozen voor de kleur Vacation Time. Dus een beetje oud roze lijkt die. Dan heb ik een Catrice lakje. Dit is de Crushed Crystals. Deze kwam ook in 2014 op de markt. Deze heet Shooting Star. En dit is een beetje. Dit zijn roze glitters. Nou ja, ik vind het zelf eigenlijk niet zo heel erg fijn om glitters op mijn hele nagels te dragen. Maar ik vind het altijd leuk om ze op de bovenkant van mijn nagels te doen. Dan bijvoorbeeld met een leuk kleurtje eronder. Of gewoon een doorzichtig lakje met dat witte van je nagels en dan daar glitters op maken. En dat vind ik altijd wel heel erg leuk. En dat doe ik dan ook meestal. En deze is dan, ja, is daar ook zeer geschikt voor. Want ik vind het een ramp om glitternagellak voor je nagels af te halen. Maar goed, dat terzijde. Deze vind ik dus ook heel erg mooi. En die behoort dus ook tot mijn favorieten.
Dan heb ik de 60 Seconds lakjes. Deze zijn van Rimmel Londen. En deze heet Pulsating. En dit is een beetje een paarsachtige, lijkt die. Ja. Het is een paarse en er zit dan nog weer een subtiele glans doorheen. Deze zijn in 60 seconden droog en ze bevatten een heel fijn borsteltje. Of een heel fijn applicatortje, moet ik zeggen. Want het is natuurlijk niet echt een borsteltje. Die je nagels dus in 1 seconde droogt. En deze werken zijn ook echt binnen 1 seconde droog. En ze blijven ook best wel lang zitten. En dan merk ik ook altijd wel dat je wat investeert in een nagellak. Die gewoon wat langer blijft zitten. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een Essence nagellak. Ze zijn hartstikke mooi en ze zijn hartstikke fijn. Maar ze blijven toch minder lang zitten. En dat vind ik dan jammer. Dat ligt natuurlijk ook wel een beetje aan wat je allemaal doet. Maar over het algemeen blijven deze gewoon veel beter zitten. Daar heb ik er nog 2 van. Ik heb dan ook nog de Funtime Fuchsia. Dit is een beetje roze. De donkerroze. Die vind ik ook heel erg mooi. En dan heb ik ook nog de Limited Edition van Rita Ora. En dit heet Don't Be Shy. Heet deze. En die vond ik ook wel heel erg leuk. Deze wordt dan natuurlijk weer bijzonder gemaakt door de sticker met een postzegel van Rita Ora erop. En dat kun je ook wel heel duidelijk zien. En dat vond ik wel heel erg leuk. Dan ga ik naar de mascara's. Als eerste heb ik daarvoor de Kate mascara. Deze is ook van Rimmel Londen met zo'n fijn borsteltje. Het is gewoon een zwarte mascara overigens. En ja, Rimmel heeft gewoon hele fijne mascara's ook. Dus die behoorden ook tot mijn favorieten. Dan heb ik er ook nog eentje van New York Color. En dit is City Girls. Deze gebruik ik echt heel vaak. Deze heeft ook deze heeft een gekruld mascara borsteltje. Waardoor je gewoon ja, een mooie laag krijgt. En ze gewoon ja, ook al iets mee krullen. Dus je hoeft niet meer heel erg aan de gang met zo'n wimperkruller. Maar ik vind ze echt heel fijn. Deze is ook gewoon zwart trouwens. Eigenlijk heb ik alleen maar zwarte mascara's moet ik zeggen. Dan heb ik de Essence Lash Princess. Deze wordt ook tot mijn favoriete. Want dit is in tijden weer een fijne mascara die Essence heeft uitgebracht. Vind ik bijvoorbeeld, als ik kijk naar vorig jaar, toen kwam er ook een mascara uit. Nou, die viel gewoon heel erg tegen. En ja, deze vind ik echt super mooi. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de tweede variant hiervan. Hè, die deze maand uitkomt. Misschien is die al uit eigenlijk, weet ik niet. Maar deze vond ik ook heel fijn. Als laatste heb ik nog de Mega Volume van Miss Manga. Deze vond ik ook heel fijn. Die heb ik ook 2014 aangeschaft. Ook gewoon een zwarte versie. Ik weet nog wel dat het echt heel moeilijk was om hem te vinden. Want hij was toen in de aanbieding bij de Ethos. Toen wilde ik hem heel graag hebben. Toen hadden ze ze net aangevuld. Maar ze waren echt overal uitverkocht. Ja, deze staat natuurlijk bekend omdat hij grotere ogen geeft. Een beetje van die manga ogen. En ja, ook deze is top. Dan heb ik nog een paar lipproducten. Heb ik daar ook van de lipstick van Kate. Blijft ook mooi zitten en ik vind de kleur vooral ook heel erg mooi. Ik zal even kijken welke kleur het is. Het is... volgens mij... Oh, deze heeft niet echt een naam. Het is gewoon nummer 5. Dus... Super fijne producten van Rimmel. En dan heb ik ook van Rimmel. Deze komt gelijk uit bij de nagellak van Rita Ora. De Lasting Finish Color Rush. En ik vind dat altijd wel fijn. Dit is een soort lippenbalsem eigenlijk. Die verzorgt ook een beetje. En die geeft dan ook gelijk zo'n mooi kleurtje af. En deze is mooi nude. Ik hou altijd van nude kleurtjes. Ik zal even kijken of de kleur er ook echt een beetje op staat. Het zal wel weer niet. Drive Me Nude heet die ook. Nou ja, heel toepasselijk natuurlijk. En ik ben hier ook heel blij mee. Dan heb ik een Superstay 24 Color. Superstay 24 Hour Color product. En deze doe je eerst de kleur op. En dan daarna doe je de balsem eroverheen. Zodat je lippen niet echt uitdrogen. Deze heb ik zelf in 2014 ontdekt. Ik weet dat ze er gewoon al langer zijn. Maar deze heb ik dus toen ontdekt. En deze vind ik ook super. Dan heb ik eigenlijk nog een lipproduct. En deze heb ik bij de Big Bazaar gekocht. En ik weet dat het van een merk is. Maar
Ja, ik kan het niet terugvinden. Ik denk dat het een oude collectie is. Maar ik vond de kleur, die vond ik wel heel erg mooi. Omdat je dat nu weer meer ziet, die donkere kleur. Een beetje paarsachtige. Dus daarom heb ik hem erbij gedaan. Nou, dan ga ik eventjes naar de laatste producten. En dat zijn dan wat highlighters. En ik heb, als eerste heb ik een eyebrow lifter. Deze is van Catrice. Die zorgt ervoor dat je je wenkbrauwen een beetje lift met zo'n dikkere punt. Ik moet hem eigenlijk al slijpen. Deze vind ik ook heel fijn. Geweldig bedacht. Oh shit. Daar ging mijn lippenstift die ik even op moest rapen. Want er lopen hier ook katten rond. Hij is gelukkig niet gebroken. En die vinden dat leuk. Je hoort er nu eentje mouwen overigens. Dan heb ik de Catrice Made to Stay Inside Eye Highlighter Pen. En deze is heel erg mooi voor op je onderste waterlijnen. Om aan te brengen. Omdat je dan, als je bijvoorbeeld heel moe bent, krijg je een wat fristere look. Dus dit vind ik ook een heel fijne ontdekking van 2014. En als laatste heb ik dan nog de Essence Big Bright Eye Highlighter. Big Bright Eyes Nude Highlighter. Deze kwam ook halverwege 2014 nieuw. En ik vind dit ook een heel fijn potlood. Ik gebruik hem ook graag. En dat was ook dan het laatste product. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ondanks het late tijdstip hiervan vond ik het toch leuk om me even op te nemen. En nou ja, ik wil jullie nu in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!